Don't walk away from me. Don't walk away from me. Ik ga weer even met mijn hondjes lopen. Daarna pak ik even de, tenminste als die auto er nog staat, waar ik even naartoe moet. Dan pak ik de boete, ga ik daar even naartoe. En dan heb ik pech. Ja, dan is die auto weg. Ja, lieve vrienden. Ik heb mijn rok klaar. Het was niet veel werk. Ik had gisteren had ik al wat losgetornd. Ik weet niet eens meer waar. Een hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenbol. Het is vandaag alweer zondag. En het is ook alweer laat. Ja, alweer eerder dat ik jullie erbij haal. Want het is 15:45 en we leven op de 30ste van de 7e 2023. Ik ga weer even met mijn hondjes lopen. Daarna pak ik even de, tenminste als die auto er nog staat, waar ik even naartoe moet, dan pak ik de booster, ga ik daar even naartoe. En dan heb ik pech. Ja, dan is die auto weg. Maar wat ik daar dan had willen doen, dat gaan jullie nog lekker niks aan. Nee, maar in ieder geval, ik hoop dat die er nog staat. En ik wil de naaimachine op tafel zetten, want dan kan ik mijn rok eventjes naaien, want die heb ik dus al wel afgespeld. Dus ja, dat komt dan hopelijk ook goed. En ja, de keuken moet ik nog steeds doen, hè. Ja, ook nog steeds. Maar ja, komt ook allemaal wel goed. Ik ga dus de buien denk ik door. Want net dat ik nog boven was, toen regende het. Ja, en de zon die scheen, maar er was geen regenboog te zien. Nee, hoe bizar. Daar komt niks. Daar is ook niks. Nou ja, dan blijft het denk ik nou droog. Ja, we merken het wel. In ieder geval, lieve vrienden, zou ik zeggen tegen jullie, geniet gewoon verder van je dag. En ja, ben je erop uit, ben je in de natuur of weet ik veel wat. En anders ga je het nog even lekker doen, dat kan nog wel. En dan zien we elkaar later weer. Ja, toch? Komt helemaal goed. Ik ga in ieder geval ook lekker even genieten met mijn meisjes. Lekker naar buiten. En dan zien we het ook wel weer, ja. Het is in ieder geval, ja, het is nu 19 graden daar. Daar ook 19 graden, het is bewolkt. Het zonnetje schijnt. Bizar. Maar in ieder geval, ik zeg gewoon op mijn beurt, geniet ze en tot later. Ja, lieve vrienden. Ik heb mijn rok klaar. Even zien. Het was niet veel werk. Ik had gisteren had ik al wat losgetornd. Ik weet niet eens meer waar. Kan je nagaan hoe netjes ik het heb gedaan. Oh ja, hier ook. Ja, ik moet het nog een klein beetje schoon knippen. Maar dat is zo niet heel en het zit aan de binnenkant. Maar het moet wel eventjes schoon. Kijk, hier zie je en hier nog een draad zie ik. Nou, die kan ik uittrekken. Zo. Maar dit stukje heb ik ongeveer los gehad. Toen kon ik het hele stiek naar buiten halen. Toen, ja, het zit er alweer in natuurlijk. Moet ik even zoeken waar ik die naald heb ervan. Ja. Dit gedeelte van het hele stiek, nou ja, dat kun je zien. Dat, want dit is dubbel. Er zit hier een naad in het, ja, ja daar, in het elastiek zit een naad. En dan heb ik hem gewoon wel verder heel gelaten weer. En ik heb die kant de flap op gedaan en die kant de flap op gedaan, zodat dat ook weer netjes zit. Dus ja, wie doet je wat? En dan is dat de achterkant. En dat hebben ze op de naaldatelier waar ze het op maken zo achterlijk gemaakt. Dat heb ik maar dichtgelaten, die naad. Daar zit hij ook. Maar het hele stiek hebben ze daar vastgemaakt.
Ja, hoe kan je dan een elastiek die erin zit kleiner maken? Dat gaat daar niet. Nee. Dus ik heb dat heel gelaten. En gewoon dat gedeelte daar losgetornd. Gewoon hier de naad. En daar het elastiek naar buiten gehaald. En het elastiek gewoon kleiner gemaakt. Maar je ziet er nou helemaal niks meer van. Nee, ik heb het keurig netjes weggehaald. Dus ja, wat een idee. Wie doet je wat? Toch? Ja, helemaal geweldig. Ik denk met het hele stiek nog even spelen, tenminste dat stof. Moet ik mee spelen. Zodat het een beetje netjes zit en die twee rode banen op mijn buik komen. Tenminste een beetje aan de zijkant. Ja, nou, en daar ben ik helemaal blij mee, hè. Ja, helemaal geweldig. Ik zal het naar binnen doen met die linten. Zo. En dan kan die weer mee naar boven. En wie weet, kan ik hem morgen aandoen. Maar het ligt eraan ook hoe het weer is. Ja, want ik heb nu ook al lange broek aan, maar bloemetjesbroek weer. Want ja, dan is het zo warm en dan is het zo warm. Dan is het 20, dan is het 21, dan hebben we weer 22, dan hebben we weer 19. Het gaat op en neer. Nou ja, je wilt niet ziek worden, toch? Nee. Maar ja, ik laat het naar mijn zin maar storen. Want onze lieftallige Mary had ook geloof ik een naaigoed. Ja. Dus ik zet de boel verder wel weer op zijn plek neer. Want het is nou weer één dikke bende. De prullenbak die staat ook in de kamer in plaats van aan de kant. Maar in ieder geval dan zal ik Mary zeggen dat ik de boel hier ook klaar heb staan. En ik heb boven natuurlijk ook vanzelf nog het een en ander. Mijn roze rok die ik vorig jaar kapot maakte hier onder die stoel. Die moet kotter maken en dan een zoompie in zien te krijgen. Maar ik heb geen lokmachine. Ja, er is mij een eentje beloofd. Maar dan moeten ze er wel bij kunnen. Ja, ze kan er niet bij komen. Maar ja, komt ook hopelijk wel goed. En dan is ook nog de vraag, hoe werkt een lokmachine? Want dat weet ik nog niet. Nee, dat heb ik nog nooit niet hoeven te gebruiken. Het was altijd naaimachine, want vroeger had je geen lokmachine. Deed gewoon met de naaimachine zigzaggen. Ja. Maar ja, we merken het wel, we zullen het wel beleven. Ik ga deze even op de salontafel leggen. En dan het elektriciteitsspul van de grond afhalen natuurlijk. Zo vanwege de beestjes, dat de dieren niet aan kunnen komen. Ja, dat moet me niet, hè? Nee. Dus we gaan even de boel opruimen. Ik zal het jullie laten zien. Want ik bedoel, elektriciteit, nou dat pedaal, voetpedaal moet eraf. Dat gaat dan omhoog, de boel gaat dicht. Stekker eruit. En dan gaat die er gewoon eroverheen. Ja. Dus, komt allemaal goed. Tot later. Ja, lieve vrienden, het is weer de hoogste tijd. Echt waar, om weer naar bedje toe te gaan. Terwijl de computer nog loopt. Ja. Ben aan het begin van de avond, het prille begin van de avond al begonnen en hij is nog steeds bezig. Ja, dus ik laat hem lekker lopen. En mocht ik vannacht nog naar beneden moeten, dan zie ik het wel. Maar de vlog is bezig en het is een hele lange vlog dit keer. Ik kan er niks aan doen. Ja, het zal wel vaker gebeuren. Ik kan er ook niks aan doen. Nee, maar wel een hele mooie vlog. Ja, echt waar. Maar daarom, ik zeg ook, ik ga lekker een beetje toe. En dus, ik zeg allemaal lieve vrienden, welterusten, slaap lekker, met mooie dromen. Uiteraard weer gezond uit je bed zien te komen. Het is inmiddels alweer 2:04. Hij slaat weer 4 minuten achter. Daar was die. Dus ja, ik zeg gewoon lekker slapen. En jullie weten het, God houdt over ons allemaal de wacht. En ik zeg gewoon, tot aan de andere kant van de nacht.